andere kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Collectief welzijn, wij gaan daar iets verder in. Duurzame relaties onder elkaar, tussen medewerkers onderling, medewerkers met hun leidinggevende. De duurzame relatie onder de aandeelhouders. Ook daar kijken we alles op langere termijn en willen we de medewerkers graag wapenen voor de toekomst. Niet alleen voor wat ze vandaag moeten doen, maar ook voor de gigantische uitdagingen van de toekomst waar we met z'n allen voor staan. Het werk tenslotte is natuurlijk ook nog welzijn, het individuele welzijn van de mensen belangrijk. Vandaar onze grote focus op veiligheid, gezondheid, maar ook plezier. Dat wat betreft het werkterrein, collectief welzijn op het werk. Collectief welzijn in de gemeenschap blijft natuurlijk belangrijk, maar ook daar steeds meer gaat het niet alleen maar om geld te geven om die doelen te ondersteunen, maar ook daar duurzame ontwikkeling, duurzame relaties met de gemeenten, met de omwonenden van de fabrieken waar we mee bezig zijn. Het is een rol van betekenis spelen. De producten en de diensten die je als onderneming produceert en waarvan wij zeggen, die moeten steeds minder impact hebben op de maatschappij, maar zeker ook in de toekomst. Heel concreet gaat het dan bij Van der Zande over de bakstenen die gebakken worden met gas om ervoor te zorgen dat de impact op het milieu steeds kleiner wordt. Ook in de sector heb je relaties met klanten, met leveranciers, met allerlei partners die een rol spelen. Ook daar doen wij alles om ervoor te zorgen dat wij als organisatie niet altijd het laken naar ons toe trekken, maar dat wij de dingen ook op langere termijn met die partners uitwerken. Dus dat is collectief welzijn in de sector. Dat zijn zo de vier werkterreinen waar wij met collectief welzijn bezig zijn. Dat is ook de dieperliggende betekenis daarvan. Het is ook echt een mindset, een cultuur. Dan moet je echt wel vertrekken vanuit de denkpatronen van mensen. Wat daar van belang is, is de visie van de CEO en van de familie bij uitbreiding. Winst is geen doel op zich, maar het is wel een middel om andere dingen te kunnen doen. Collectief welzijn is in de eerste plaats een andere kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een onderneming werkt alleen maar maatschappelijk verantwoord als zij op al die terreinen, die vier terreinen, de bakens verlegt.